Deze atleet is ziek en de rat, dat is die afstand van de Roy en Ronald Roy. Nou ja, die is ook eerder lid, hè. Die is eerder lid van Arceus en die doet dat met veel plezier. Even een record, Kustengoei. Het zijn twee parcoursrecords. En als we dan kijken naar 44, deze is er goed in de kopgroep. En als we dan hier met kijken, afkijken, is het hier ook in. Is hier heel erg sterk. En een kleine man met dat hele met de klotcompetitie in Epe. En hier met die mooie stijl. En 30 en 12 komen daar binnen. Dat is met alles zit binnen. We hebben zo'n Nihals. Is binnen, 8-12, dan loop je toch nog in het linkerrijtje, hoor. En met 43 is dat Leonardo Perlijk. Alles goed, hè? Dan loopt er af. Met nummer 19 is... dat is dan mooi, hoor. Als we hier dicht bij elkaar zitten, is plus, hè. Ja, kom maar, jongens, kom maar, kijk eens. We geven een mooi staande ovatie, hè. Want daar krijg je warme handjes van. Zeker ook. Goed gedaan, het toch, hè. De voorzitter, meisjes laten zien hoe goed of ze zijn. Maar hier ook, dan mag je zeggen dat dit een nieuw record is in deze crisis-levensklot. En dan heb je een PR, althans een parcours-record. Met nummer 26, nummer 24 en 26. Kijk, die seconden, tussen andere woorden, zijn je 7 seconden sneller dan haar tijd van vorig jaar. Het doet record, althans het parcours-record is dan geschreven. Goed gedaan, Lucoy. Als je naar 12-12, hè. En dat is dan nietjes in deze eerste maand van 2007 jaar. En dat is wel goed, hoor. En dan deden die jonge pensioen wat wel goed. En straks komen wat in vorm. En dan slingen je naar binnen. En dat is mooi als je binnenkomt. Ruim hebben die 14 minuten. Je zit vanaf in de zaal in het brood. En dat is goed, hoor. Waar aan die eind aan zetten? Even kijken, Jeroen.
In 2012, dat was in het Olympische jaar van Londen, en hij was vorig jaar was hij tweede, maar nu in 2017 mag je natuurlijk zeggen dat Lars Duisema die hier vandaag voor de tweede keer gaat winnen. Hij heeft...